Yo, wat up gasten, welkom bij Old School Zaterdag. En laten we eerlijk wezen, Old School Zaterdag is natuurlijk heel erg sentimenteel. Maar laten wij nog een keer sentimenteler worden. Hoe gaan wij dat doen? Door te praten over nostalgische meuk. En over die nostalgische meuk hebben wij in het verleden gepraat. Dus de video is nostalgisch en waar we over praten is nostalgisch. Twee vliegen in één klap. Dit was nog met Jordi. Jordi kennen jullie waarschijnlijk niet eens meer. Ja, het was wel de nieuwe Jordi van Banjo Town, maar niet de oude Jordi van Banjo Movies. Dat was namelijk een jongen die zat bij mij in de klas en die praat mee in deze video. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en geniet er een beetje van, want oh mijn god, wat waren wij slecht. Echt waar. Kijk mee. Nou, je hebt laatst een keer in een aflevering van Banjo TV kunnen zien wat onze beste games waren van dit moment die we echt gewoon het geweldigst vinden. Maar dit keer gaan we back in time en gaan we onze nostalgische game van alle tijden gaan we bespreken. Nou, Super Mario 64 is juist mijn favoriete nostalgie game, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb die game helemaal kapot gespeeld op de Nintendo 64. Echt vette game. Ja, ik had nog niet zo heel veel verstand van Mario en zo, ik wist niet echt wat het was. Maar dat is toch wel echt een van de eerste gouden houders, laat ik het zo zeggen, die ik gespeeld heb. En ja, wat kan ik nog meer? Iedereen kent Mario wel. Het was evolutionair. Ja, het gaf de 3D eigenlijk. Het gaf games een hele 3D, een hele nieuwe wereld. 3D-wereld, open wereld ook. En ja, je versloeg Bowser. Je was weer op zoek naar je bitch, laat ik het zo zeggen. Peach. Je stond een tijdje droog, dus je zocht weer. Gezelschappen, ja, dat vind je uiteindelijk gelukkig wel. Nou, Mario 64 heb ik niet zoveel gespeeld. Eigenlijk helemaal niet. Ik heb wel andere Mario games gespeeld. Nou, Mario wordt nu nog steeds ontzettend veel gespeeld. En Mario 64 was natuurlijk, ja, het icoon van waar we tegenwoordig Mario van kennen. Kleine loodje die een beetje met zijn kop tegen steen aan loopt knallen. Het is in ieder geval geweldig. En, ja, voor mij is het niet de allerbeste, maar zeker een hele vette nostalgische game. Ik heb hem kapot gespeeld in 2000 of zo. Ik was heel laat met Nintendo 64. Leuk spel, goed spel. Ja, ik herinner me het eerste level nog echt heel goed. Echt geinig spel dat je tegen zo'n grote schildpad moest rennen, maar het heeft eigenlijk niks mee te maken. Super Mario 64 had voor het eerst, dat was voor het eerst, die had eerst Zelda, Ocarina of Time. Die bracht in 3D-wereld tot leven. En met Super Mario 64, die game werd heel erg onder druk gesteld. Iedereen dacht dat hij zou gaan floppen, omdat Sonic toen de tijd, die ging ook 3D. En die was echt geflopt, daarmee was Sega van de kaart. Maar Super Mario 64, die maakte het gewoon goed, die deed het echt perfect bijna. Als je ook kijkt op GameRankings.com, moet je even kijken, link onder in beeld. Dan zie je daar ook staan dat Super Mario 64 in de top 10 staat, beste games aller tijden. En dat is op zich wel terecht. Nou, mijn nostalgische game die ik echt gewoon geweldig vind, is al echt behoorlijk oud. Het heet namelijk Shuffle Puck Café. Nou, geen mens weet denk ik wat het is. Maar het was een spel op de Amiga. De Amiga was vroeger eigenlijk de eerste spelcomputer. En het was echt, nou, ik vond het super geweldig. Mijn oma had er een. En ik ging altijd naar mijn oma toe om gewoon op de Amiga te kunnen spelen. En had één spel, dat heeft gewoon, daar heb ik zo lang mee bezig geweest. Nou, Shuffle Puck Café is een, het verhaal zijn dat je in een café komt en je daagt iedereen uit om een potje air hockey te spelen. Nou, air hockey kent iedereen wel, met twee schijfjes tegen elkaar een pukje rond spelen. En in Shuffle Puck Café was het gewoon precies hetzelfde. Je had verschillende soorten tegenstanders die steeds moeilijker werden. En nou, toen was ik nog redelijk klein, dus en de laatste personage die je moest verslaan, daar heb ik wel heel veel uurtjes aan verspeeld. Het was vroeger met een joystickje en ik heb me er echt uren mee vermaakt. Ik zeg eerlijk, ik raak heel snel verslaafd in dat soort spellen. Zoals bijvoorbeeld Wii Play, er zat een heel long spel in, dat heet tafeltennis. En dat heb ik gewoon zo lang gedaan, mijn record daarvoor staat 1200. En dat 1200 ben je echt gewoon een uur lang non-stop bezig geweest met pingpongen. Dat is het loze spelletje, kan ik gewoon verslaafd gaan raken. Voor die tijd, ik weet niet. Voor die tijd waren er al betere games dan het spelletje van Dennis. Maar voor de rest, ja, Contra was bijvoorbeeld toen ook al. Maar het is wel lachen, het is een leuk spel. Ik weet echt niet meer hoe het heet, iets met puck en tafel ding. Je hebt een puck, het is eigenlijk air hockey, maar dan sci-fi shit. Ik snap niet wat hij er leuk aan vond, maar ja. Dat is dan weer Dennis, denk ik.
Ik zou ook niet wat hij leuk vindt aan zijn rolstoel. Nou, mijn favoriete nostalgische game is Contra. Altijd op skivakantie, dus ik ging vroeger veel op skivakantie, heb ik altijd die game altijd mee. Ik had een illegale versie voor de Game Boy. En daarnaast, ik had hem ook eerder nog gespeeld, heel vroeger op zo'n oude dikke kast. Ik weet niet eens wat we hadden vroeger, in die goede oude tijden. Toen de Berlijnse muur nog stond en al die oude dingen hadden we toen nog. En toen hadden we dus ook Contra. Wat is Contra? Het is een vette game. Ja, minder dat kan ik niet over zeggen. Het is gewoon schieten, het is lopen, je springt, je pakt power-ups. Je upload daarmee je wapens, je maakt je wapens daarmee beter. En het is ook vet, want op een gegeven moment heb je door wat is, kan je die dingen combineren. Daarmee was Contra eigenlijk ook een van de eerste games die echt RPG-elementen toevoegde aan een spel. Want door dingen te combineren werd je beter. En je character zelf werd niet beter, maar het wapen ervan. Dat vond ik echt heel vet. En dat zie je bijna niet, want altijd wordt de character beter. Maar bij Contra bleef je character gewoon gelijk, maar je wapen werd beter. Contra, ja, what the fuck is Contra? Ik heb die game nog nooit gespeeld. Ik weet niet wat het is. Het is dat ik net even een filmpje op YouTube heb gezien van wat het is. Dat ik een beetje ingelicht ben, maar ja, het was vast wel een van de beste games die ooit is gekomen. Laat ik het zo maar zeggen, want ik heb geen zin om die game af te kraken als ik hem niet heb gespeeld. Ja, wat kun je zeggen over Contra? Ik denk helemaal niks. Het is een geweldig spel, vind ik. Ik heb Contra zelf ook een tijdje gespeeld. Zelfs nu heb ik hem nog gespeeld. Een emulatortje op je PC en je kunt Contra spelen. Contra is al, ook al, gaat al best een tijdje mee. En ik ben er echt verslaafd aan geweest. En dat komt vooral doordat iemand op YouTube heeft er een gitaarversie van gemaakt van de oude soundtrack van Contra. En die vond ik echt geweldig. En sindsdien heb ik ook gewoon heel tijd weer Contra lopen spelen. En begon ze met die levels door, ook al waren het was allemaal hetzelfde. Door het was springen, schieten en vijandjes vermoorden. Ja, het is gewoon verslavend. En de snelheid die erin zit is gewoon super geweldig.